Heet hij AZ? Want hij heeft een flowet. Ja. Hij zal alleen niet die Eternal flowet hebben. Hij is echt AZ. Hallo kijkers van Shine Sprites, hey. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultramoon Randomizer Avatar ook met Sander van Gaming SP. Ik voel me wel echt dit keer heel erg, als mezelf, laat ik het zo zeggen. Oh ja. God, wat heeft hij nou weer gedaan? Nee, maar jij gaat het hiermee eens zijn, denk ik. Oké, heb je een loser geplakt, of wat is dit? Nee. Oh. In ieder geval, waar gaat vandaag deze berg af? Ja. Oh, ik moet de berg af? Oké. Ja, volgens mij wel. Er is hier ook nog een encounter mogelijkheid. Ik ga toch even kijken. Stel, er gaan Pokémon dood. Oh, trouwens, ik zal eventjes. Ik ben er wel. Ik mag er dan wel op lijken, maar ik ben het officieel nog niet, denk ik. Oké. Dat snap je wel als je de video ziet. Oké. Het wordt weer spannend gemaakt natuurlijk. Tuurlijk. Ik ga niet alles verklappen, hè. Oké. Je moet niet te snel van begrip zijn. Ja, jij snapt het niet, maar ik wel. Oké. Goed. Denk je dat Pokémon ooit overgaat naar double type attacks? Nee, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Oké. Maar misschien is het wel een leuke feature. Oh, er zijn ook trainers op deze route. Jazeker. Oh ja, we hebben eerst natuurlijk die bus genomen. Ik snap het weer. Nou, dan ga je nu meemaken hoe ik doodga, waarschijnlijk. Want dat is waar deze game wel van houdt, volgens mij. Van jou doodmaken? Ja. Klopt, ja. Dat die Oranguru is een psychic type, zeker of niet? Ja. Dan ga ik naar Harry, want die heeft zo'n cringe. Ja. En heb het, oké. Crunch. Let's go. Pikachu of Eevee? Ferrothorn. Ja. Dat gaf ik laatst ook al een keer gemaakt ergens. Mm-hmm. Dat klopt. Ook hier. Oh, ha. Een paar afleveringen geleden. Dat wist ik. Ja. Oké, ik ga een sticker pakken, boys. Ja, pak de stickers, Sander, je kan het. Ik heb 8 stickers. Dik vet uit. Oeh, hier is ook nog een pokeball. Hey, dat is een pokeball. Huh? Ja. What the fuck? Gast. Wat? Hackerboy. Volgens mij heeft deze gast Night Vision hack. Want? Nou, ik stond echt 10.000 meter verderop en hij ziet me. Oh. Met zijn golfclub. Gast, niemand mag je. Zo. Wat een haat. Ik heb nu wel een probleem, denk ik. Nou al? Nee, ik heb ijs bij weer. Misschien niet. Maar hij is natuurlijk ook psychic. Waarom? Lusterpurge. Dat is wel een goede aanval, Lusterpurge. Wacht, moet je echt naar Latios? Dat hoort wel bij Latios, toch? Dat is een signature move. Ik had het al geraden. De blauwe. Ja. Nog een keer Lusterpurge. Ik kan het tanken. Ook als het crit is? Dat weet ik niet. Nee, dat had ik niet gered. Oké. Maar hij is dood. One KO. Lekker baby. Tot z'n zomer. Hij heeft nog 3 Pokémon, volgens mij. Dus wel een Nosepass. Die kan ook met ice makkelijk killen. Dus dat scheelt. Dat klopt, ja. Dat scheelt zeer zeker. IJzige wind. Oh, ijzige wind. Oh god, dit was dom. Rock Slide is natuurlijk super effective. Oh nee.
Nee, jawel, dat wel. Ik ben wel bijna dood. Rip. Nee. Zeg maar... Nee, dat verklapt te veel. Nee, ik wou een grap maken. Ik hoop dat Archie dit heeft overleefd. Nou, dat hoop ik ook. Tegen welke Pokémon vecht je en waarom? Ja, het is een dubbel battle. Oh ja, Archen die killt die Laurentus one-hit KO. Lekker bezig, Archen. Okay, met een Icicle Crash heb ik de Nosepass wel dood. En hij is minder snel. Oké, deze golfclub man. Ik heb een hekel aan hem, maar hij was wel te verslaan. Ondanks dat hij nog twee Pokémon heeft. Trots op je, Sander. Oeh. Heet hij AZ? Want hij heeft een Floette. Ja. Hij zal alleen niet die Eternal Floette hebben. Hij is echt AZ. Yo, die... Of is dit een normaal... Nee, volgens mij niet. Hij is blauw-rood. Ja, dan is het die Eternal Floette. Holy damn, hij is echt AZ. Dat wist ik. Ik denk dat ik zo'n psychic ben. Ja. Oh, dit was wel ziek. Oh, Ice is niet super effective op een Floette. What the fuck, gast? Waarom haat dat? Floette, kom op. Je kan het, Floette. Moedigt ook nog Floette gewoon aan. Nee, oké. Seraora, doe eens normaal. Oh, die Dark-type, ja. Dark-type? Sterrenhoor is een elektrische type. Wat? Welke Pokémon heb je? Jij hebt het over Zorua, maar ik heb het over Sterrenhoor. Wie de hel is dat? En wat heeft dat is de mythical van deze game. Oké. Wacht. Is dat die katachtige electric type? Ja. Yeah. Ah, ja. Die zit ook in Pokémon Go, Unite bedoel ik. Ja, is het ook in Unite, ja. Dat was ook de enige reden waarom ik hem ken, denk ik. Ik vind wel bullshit dat deze gast mij kon zien vanaf daar. Hij staat letterlijk niet eens in de buurt. Ja, cool. Shit happens, Sander. Kan er niet meer van maken. Nee, dit is gewoon cheating. Golf Club Man is cheating, man. Oh. Ik moet tegen Black Belt Cyrus. Heet die Cyrus? Oh nee, Crystal. Black Belt Crystal. Oh, ik kan hier gewoon naar onder. Zonder moeite. Ben jij nu... Waar ben jij nu dan? Ik ben al lang bij de volgende route. Je komt weer in Mali City straks. Nee. En dan moet je zo bij Mali City naar zuiden. Ja, oké. Okay. Oh, daar was ik eerst. Dus daar heb ik al wat mensen verslagen. Waarschijnlijk. Nice. Dan had ik nu maar een rock... Oh, ik heb weer een rock type natuurlijk. Ziek. Nee, dat is mooi. Daar word ik vrolijk van. Word jij daar vrolijk van, Sander? Dat is mooi. Ja. Ik word vrolijk van dat jij vrolijk bent. Ah. Oh. Dude. Shockwave. Oh ja, ik ben ook water. Oké, ja, en ik ben bijna dood. Nee, oké, dat gaan we niet nog een keer doen. Dat is wel een crit, though. Maar we gaan het niet nog een keer doen. Nee, Sander. Sad. Kunnen misschien ook gewoon met Harry. In de waan wou ik met Harry. Je houdt gewoon van hard lawaai. Ik ga met IJsbeer. Met Beertik. Zo kun je hem ook noemen, maar ik noem hem gewoon IJsbeer hoor. Oh! Twaalf AP over. Wat heb ik een hekel aan deze man. Deze politieagent doet veel te stoer. And I don't like it. I love it, love it, love it. Oh.
Ook wrestleren aan Harry, nee. Nee. Misschien als hij die de... Misschien als hij de insomnia ability had, was het overwegen, maar... We gaan gewoon eventjes door het gras, want volgens mij heb ik daar... Ik moet tegen Paddy. Ziek. Ik kom een Tapu Nene tegen. Wat? Tapu Lele. Oh, ik wou wel zeggen. En die heb ik toen in mijn eerste run, heb ik die Tapu Nene genoemd. Ah. Oké. Okay. Oeh, hij feint attack, die gaan we gebruiken. Kom maar even, Bronzong, jij coole boy. Een Cascoon, oh, die mag ik vangen. Ga ik niet doen, spoiler alert. Wat een haat naar Cascoon. Nee, geen haat. Dat is gewoon de waarheid. Oh, dat deed veel damage. Oh, wacht. Zit jij ook vaak op die towers of loop jij gewoon? Nou, ik doe expres lopen. Omdat ik anders nog verder voorloop. Die towers, dat lijkt wel een beetje op zo'n fiets in Ultras. Iets. Nee, voor een shield. Hoezo? Nou, als je op B drukt, gaat hij zo'n supercharge. Oh, ja, en dan kun je even weer niet. En dan kun je weer even wel. Dan kun je weer even niet. En dan kun je weer even wel. Dat is exact hoe de fiets werkt. Een cast vorm. Waarom kan ik trouwens niet die gozer doen? Die gozer, nee, lekker duidelijk. Nee, ik heb nog steeds een probleem dat ik nog niet door kan, zeg maar. Heb ik iets gemist? Waarschijnlijk wel. Niet door? Ja, dat weet ik niet. Ja, waarom weet je dat niet? Hij zegt dat toch, waarom je niet door kan. Oh ja, dan moet ik even teruglopen. Misschien. Grass free. Oh, gras vee. Ah, dat is wel logischer. Moet ik het zo lezen. Ik dacht dat ik hem grass free had genoemd. Toen dacht ik al. Ik zal ze even lezen. Kom eens hier. Waar mag ik er niet langs? Hij vraagt hem gewoon, wil je battelen? En dan moet je ja drukken. Was some ruckus in Mali Garden. En de Captain's Barricade. Oké. Ik moet naar Mali Garden. Oh, daar moet ik waarschijnlijk ook heen. Alleen ik was nog niet zo ver. Ook daar zal Guzma wel zijn, denk ik. Ja, it's your boy Guzma is daar. Oh, dat is die garden. Oké. Ik ga eerst even wel healen. Ja, maar dat komt omdat ik al die trainers niet hoefde te verslaan. Omdat ik meestal verslagen had. Mm-hmm. Hey, dan klopt mijn facecam niet meer. Aan het begin. Oh shit. We staan nu ongeveer gelijk. Heb je zelf Gary van SpongeBob gedaan of zo? Nee, dat niet. Zit ik in de buurt? Nou, daar ga ik verder niks over zeggen. Nou, ik kan hem uitdoen. Dat in ieder geval. Nee, grapje, ik heb wel gewoon mijn eigen facecam. Maar... In het begin niet. In het begin was ik... It's your boy Guzma. Ja. Oh, jij bent daar ook alweer, hoor. Sjoen. Hey Guzma, doe eens niet zo lullig tegen professor. Professor Boom. Ja. En alle professors. Lordes. Dat is wel waar. Zo'n fairy type is dat. Waarom heet hij eigenlijk niet Professor Palm? Dat is lame. Maar dat past zo goed bij Alola. Ja, dat is waar. Oh, sorry, bij Alola.
Ik hoef niet eens je facecam te zien en ik weet al wat je hebt gedaan. Ah. Oh, veel damage. Oh, jij zit al in de fight? Ja, tuurlijk zit ik al in de fight. Oké. Okay. Een loser. Oh, een Galarian per... Oh nee, het hoeft natuurlijk niet een Galarian te zijn. Dat weet ik. Supersterk kan die erg makkelijk... feinten laten maken. Hoezo een attack dat hij feinted wordt? Boom, worked. I knew it. Close combat, hè? Echt ziek. Oh, ik ga verliezen. Nice. Ik wil deze Pokémon gewoon niet verslaan. Torken? Weet je waarom? Omdat ik om je geef, Milan. Ik kom een Azumarill tegen. Maar ja, die wil ik niet verslaan, want ik wil je niet doodmaken, eigenlijk. Ja, nou, dan heb ik, dan is het af. Bedankt voor het kijken. Wacht. Mag ik je doodmaken? Van mij wel. Vooruit. Nee, ik heb toestemming gevraagd, jongens. Als jullie nu zeggen, het is moord. Ik heb toestemming gevraagd, gast. Even normaal doen nu. Gaat die aqua ringen echt deze Milan? Mag het? En dan gaat hij nog moeilijk doen ook. Als ik niet sneller ben, ben ik genaaid. Oké, gelukkig. Wees niet genaaid, gast. Ik hoop niet dat hij iets van... als hij doodgaat, dat hij mij damage doet of zo. Nee. Nou, effect spoor. Oh. Als hij op 1 HP is, dan heeft hij effect spoor. Oké, nee. En ik nog moet aanvallen. Nee, oké. Hey An, je bent verslagen. Of moet ik zeggen, Guzma. Want ik weet wat je echte naam is. Zo. Ik heb hem geëxposed. En nu doet hij helemaal zo van, nee, je hebt hem geëxposed. Nee, die animatie die hij deed leek wel oprecht. Echt op... wat heb je gedaan? Dus, in dat opzicht. Jeet. Hij staat er ook. Oh, jij ook hier. Oh ja, ik ga je niet vechten. Nee, doe ik niet aan. Hydratini is fucking irritant. DK. Wat? Kom. Nee! Ik heb het masker weg moeten geven. Oké, je boy Guzma is verslagen. Is Acerola ook op dit eiland? Hoe? Weet ik het. Acerola is op Pony Island, als het goed is. Maar dat is de laatste. Ja, is dat niet de laatste? Dat is toch die Mimikyu trial? Is dat de laatste? Is dat zo? Nee, dat is niet de laatste. Dat is op dit eiland, de Mimikyu trial. Ja, dat bedoel ik. Oké, nee, precies. Dan weet ik dat. Oh! Het is open, boy. Ik denk dat het open is. Wist je trouwens dat deze game 8 trials heeft in plaats van 7? Nee, nu wel. Oh. Deze game heeft 8 trials in plaats van 7. Welke is erbij gekomen? De Fairy Trial. Hebben die al gehad? Als laatste. Nee. Oké. Oh, ik denk dat we hier een Rai Pokémon voor moeten hebben. Oh, die geeft Hapu. Ja, Hapu is toch de laatste. Oh, Hapu is nu dan in deze game de één na laatste, maar... Ja. Hapu is als enige... Sander, weet je dat er op dit moment iets gaande is wat deze hele serie nog niet gebeurd is? Nou? Dat je voorloopt? Echt? Loop ik voor? Ziek. Ja, voor. Ja, ik had net met Guzma, dat was geen moeilijke battle, maar gewoon een langzame battle. Ja. Die Florgus was best sterk, alleen ik moest daarna tegen Dratini die elke keer Dragon Tail deed, waardoor ik elke keer gewithdrawed werd, zeg maar. Ah. Oh jee, een double battle. Oké, ik ga terug. Abort mission, boys! We gaan de andere kant op. Oh, dat kan niet. Oh, dat kan wel als je loopt.
Oh ja, de Ghost Type trial is de volgende trial. We hebben al 5 trials gehad, hè? Oh, we zitten echt veel verder in de game dan ik dacht. Nou, dat is op zich mooi. Volgens mij heb ik ook een Waterstone. Misschien moet ik deze vangen. Nou, grasswater. Nou. Ja, voor wie dan? Voor of... Ja, maar ik denk misschien voor Openster dan. Je hoeft hem niet meteen te gebruiken. Ik kan hem sowieso evolven. Als ik hem 1 level omhoog doe. Daarna kan ik hem nog een keer evolven. Want volgens mij heb ik in deze game Waterstone. En geen Leafstone. Dat was ook de reden waarom ik... Ik heb volgens mij 3 keer gekeken of ik een Leafstone had. Dus die heb ik sowieso niet. En volgens mij heb ik toen ook 3 keer gezegd van... Ik heb wel een Waterstone. Dus... Ik ga hem... Mexicano noemen. Geen reactie. Oké, nee. Ja, ik snap hem met de sombrero. Ik snap hem. Ja. Maar ik dacht dat je alleen mocht lachen als hij grappig was. Weet ik niet. Ik weet de regels van grapjes niet. Ik heb dat regelboek nog niet gelezen. Nee, dat had ik al door. Nee, weet je... Ik moet tegen een goede team, jongen. Ik moet tegen een dubbel battle met een fucking sterk team. Je kunt die ontwijken, hè? Ja, dat is niet meer gelukt. Ja, oké, nee. Ik moet tegen Ege Slash en Solgaleo. Zo, de U. Dat gaat een lastige battle worden. Oh, hoe werkt Silvelli eigenlijk in deze game? Mag je hem alleen... Normal, bug en zo geven? Oh, nee. Dat werkt niet, want hij heeft randomized ability. Oh ja, dat is echt kut. Ja, dan ga ik hem gewoon verslaan. Kom op, bulldoze. Nee, ik wil wel zeggen, want als hij nou ook normal blijft, dan kun je hem eigenlijk elke type maken. Dat is wel gunstig. Mm-hmm. Ik moet even concentreren op deze battle, hoor. Ja, nee, snap ik. Dan vermaak ik de kijkers wel. Ik heb zo net een choice band gekregen. Op zich is dat wel heel chill, alleen het is natuurlijk ook wel een risk. Mijn Regirock was bijna dood. Oh. Ja, ga maar verder met je verhaal. Wat heeft Dinges? Oh, die heeft de Rocky helmet. Nee, dat gaan we niet doen. Herrie is natuurlijk ook vooral een physical attacker. Boost attack. Maar only allows you to use one move. Ik denk wel dat het gunstig is voor mijn Herrie. Oftewel Explode. Aangezien ik die dual battle heb gemist, ga ik deze man wel even bevechten. Want dan krijg ik ook nog XP ofzo. Ja. Leek me wel chill. Ik weet ook niet waarom. Nee, ja, ik ook niet eigenlijk. Nee. Wat wel handig is aan mijn Croaky, dat is mijn Archen. Als hij evolueert, dan heeft hij niet die cut ability. Ah, ja. Dat is wel echt een voordeel. Laren. Daar hebben we Blastoise voor. Boompad, ik snap hem nog steeds niet eigenlijk. Ja, het is wel Boompad als het goed is. Ja, ook dan snap ik hem eigenlijk ook niet meer. Omdat hij kanonnen op zijn kanonnen, heeft. Boom, ja. Ik snap hem weer. Ik snap mijn eigen naam weer. Yay! En dat mag wel als intro moment. Ah, dat ga ik toch vergeten. Wie zal ik hoop vragen? Stiekem in mijn brein dat je die ene doet van dat ik een grap maak. Dat jij zo zit van, wat? Ja. Je hem niet begrijpt omdat je het intro moment niet gezien hebt. Maar misschien dat je hem nu wel zou begrijpen. Je bent nu wel dichter in de buurt dan eerst. Ja, je hebt iets met wat met sloom te maken heeft. Wow, ik heb een gold bottle cap gevonden. Monies? Ja, niet. Fucking veel monies. Want normaal is dat een hele goede item, maar die gaan we toch niet gebruiken. Dus dan is het fucking veel monies. Oh, dat heeft echt een effect. Ja, Gold Bottle Cap kan je volgens mij 5 van de 6 stats aanpassen. Oh? Ja, dus dan kan je alles max HP maken. En waarom doen we dat nu niet?
dat het altijd postgame is. Oh, dat is postgame. Ah, vandaar. Nu weet ik niet. Welke kant moeten we eigenlijk op? Moeten we naar boven? Of naar onder? Ik ga eerst tegen een server dude vechten. Als je niet erg vindt. Ik denk dat je nog steeds voorloopt. Ja, jij hebt die dubbelbattle natuurlijk overgeslagen. Ja, dat scheelt wel. Het wordt echt tijd dat mijn Quagsire een wateraanval leert. Want dit schiet echt niet op. Snap ik. Ik zit nu wel met een probleem, denk ik. Weet je tegen welke Pokémon ik vecht? Rayquaza. Close, but not close enough. Ah, het zou wel grappig zijn als ik gewoon in één keer goed had geraden. Arceus. Oh, nou ja. Wel een beetje hetzelfde kaliber. Ja. Hyper Voice. 1 attack van een Arceus. Ik ben 7 levels hoger. En hij doet meer dan de helft HP. Wow, Hyper Voice. Volgens mij is hij ook niet per se heel erg goed. Of wel? Ja, Hyper Voice kan best sterk zijn. Oké, nu is het Ik zie die server dude waar je tegen vecht. Oh, ik weet ook niet welke kant we nou op moeten. Of we nou omhoog moeten of naar beneden. Ik denk naar beneden als ik heel eerlijk ben. Oké, dan voor niks deze server dude. Ja, ik vecht ook tegen de server dude nou, hoor. Ik zit nu te twijfelen. Moet ik close combat of niet? Kijk, in principe... Ik weet sowieso dat ik killed. En ik weet eigenlijk ook bijna zeker dat ik eerst ben. Maar als er iets gebeurt waardoor hij niet killed, dan ben ik fucked. Ja. Heeft hij nog full HP? Nee. Ik had al een keer close combat gedaan. Ik wou net zeggen, straks heeft hij sturdy. Ja, dat was echt niet leuk geweest. Nee, dan was ik niet zo blij geweest. Ik heb net jouw favoriete Pokémon gekilled. Orchid? Nee, dit keer was de sarcastische favoriete Pokémon. Fucking Skitty, man. Nou, Delcatty, maar ja, is close enough. wat zou ik doen? Oeps. Ja, deze. Well, ik kan alweer naar Boompad, maar Boompad heeft al... Is al hoger level natuurlijk. Misschien kan ik beter even zo'n Brine doen. Ik zei bijna Psywave op de paddy manier. Oh, Ninetales kan in deze game natuurlijk ook gewoon... Ja. Een ijs-Pokémon zijn. Ja. Ja. Rock is wel super effective. Denk ik. Volgens mij is Rock wel super effective tegen ijs. Alleen... Misschien? Heb je daar iets aan? Nee. Ik drukte daardoor wel op ja, maar dat boeit niet. Oké, ik ben confused. Misschien was het niet zo slim om rollout te doen, want dan blijf je natuurlijk locked in. Bedenk me nu. Mm-hmm. Ja, dat was zeker niet slim. Wow, safeguard, dat deed weinig damage. Oh my god. Oké, ik zit in ieder geval niet mezelf in confusion. Het is wel super effective inderdaad. Ice Beam. Oké, dit is de eerste keer dat hij Ice Beam doet. Volgens mij is dat neutral. Oh nee, not very effective. Want ik ben ook water. Oké, Alolan Ninetales is neer. Mogelijk. Nice, dat is wel een van mijn favoriete Pokémon. Ja? Mhm. Ik heb niet Alolan versie, maar ik heb wel de Ninetales Shiny. Nice, ik heb die ze allebei. Die is short, die is echt goed. Huh? Wat zei jij nou? De gewone shiny Ninetales is zwart. Nee, dat is niet waar. Wat? Ik heb hem op... Bruh. In Sword and Shield wel. Ik weet niet wat jij voor gehackte Pokémon hebt, maar... Die is zwartachtig. Zwart, hij is wit met blauw. Dit is Shiny Ninetales. De shiny gewone Ninetales, hè? In Sword and Shield. Dat is deze. Ik heb hem gestuurd. Die is toch wit, jongen Kees? Oké, hij is wel meer grijs. Maar niet wit. Jawel, hij is gewoon wit. Niet wit. Nou, ik vind hem meer donkergrijs dan... Huh? Ja, een beetje schil, denk ik.
Jij vond zeker die ene jurk ook zwart met blauw. Nee, dat was wit met goud, maar dat boeide me niet. Ik snapte echt die discussie niet. Boeien is gewoon een optische illusie. Hoe kunnen we daar zo moeilijk over doen? Net zoals Jenny of Laurel. Oh mijn god. Het lag echt aan hoe je ernaartoe luisterde. Ander, mijn figure rot evolueert in slaking. Nu hopen dat hij een goede ability heeft. Als hij nu alsnog Truant heeft, word ik zo boos. Dat wil jij niet geloven. Oh nice, het zijn van die Galarian Slowpoke. Nee, ik weet. Letter in een bottle. Wie boeit nou een letter in een bottle? Oké, okay, we moeten niet naar onder. Wat heb jij nou over Galarian Slowpokes? Ja, ze lagen hier Slowpokes, dus toen moest ik denken aan de Galarian versie. Mm-hmm. Oké, okay, welke ability heeft die? Vital Spirit, is die goed? Ja, dan kun je niet te sleep. Ja, fucking goed. Yo, je zag me echt eventjes helemaal breindood worden en toen... Ja, die is goed. Ik moest echt even heel diep graven. Ja. Oh. Maar ik wist het wel. Nice, ik ben trots op je, Sander. Ik wist het namelijk niet, ik moest even kijken wat het was. Dat is iets waar ik nog niet zo goed in ben, in alle abilities kennen. Ik ken een paar. Een paar die veel voorkomen, zoals Keen Eye... Kun je niet accuracy gelowerd worden? En IQ? Nee? Oké. Okay. Oh, ik moet tegen een Guzzlord. Ik heb een 9e sticker! Let's go! Oei. Pikachu of Eevee? Slack. Barathorn was het, hè? Ja. Slacking. Nee, ik ga nu voor slacking. Wat? Nee! Wat gebeurde er? Wow, weet ik niet. Ik zie jouw scherm niet, gast. Ik haat deze game echt. Ik haat deze game echt. Wauw. Hallo, ben jij een robot? Even voor de context. Ik ben Archen kwijt, omdat hij een of andere aanval deed en ik was one hit kill. Dat is niet poggers. Wij zijn psycho's. Dat staat er niet, maar dat zijn ze wel. Wat een haat naar de Ultra Recon Squad. Naar de robots. Ja, nee, dat was hoezo niet raar. Robots? Je bent echt een rare ze jongen. Zijn echt ze lijken letterlijk op Kara. En Marcus. En Connor. Wie zijn dat? Nou, doe maar onderzoek. Is dat van de Blacklist? Nee. Nee, er zit geen robotsgast. Nou ja, oké, behalve die ene aflevering. Maar dat telt niet. Dat is ook niet echt een robot. Maar... Oh, Markt! Sander, zeg even wie het is. Waar zie je een Markt? Op het strand? Ja. Lumio's Galet? Ja, maar dat zijn Battle Points Markt, zijn dat. Nee. Waar op het strand dan? Oké, het is niet echt strand. Het is gewoon bij het stadje, zeg maar. Ja. Icy Stone? Castilia Cone? Weer geen Leaf Stone. Max Heaver? Ja, alsof ik dat nu nodig heb. Don't Fossil! Wacht, heb je niet meer nodig. Sorry, ja, nee, was ik vergeten voor de week. Kunnen we fossils recoveren? Ja, dat hebben we al een paar keer gedaan. We moeten alleen even kijken of we niet al eentje gedaan hebben. Oh, ik heb een dom fossil, maar ik weet dus niet of ik die al heb. Oké, dan ga ik die nog niet kopen, want dat vind ik zonde van... money. Ja, dat zou ik als ik jou eens gewoon even de afleveringen kijk, welke je allemaal hebt gerevived. Ja. Gladian heeft zo'n nice team, hè. Gladian. Oh, Gladian. Ah. Ik denk al, Gladian is toch een Pokémon? Die hebben toch in teams? Op Mewtwo na dan. Pocket Monster. I do love Pocket Monsters. Ik wil graag rust. Ja, dank je. Volgens mij heb ik letterlijk net al geheeld, maar dat maakt niet uit.
Weet je wat me stoort in Pokémon Sword and Shield? Nee. En dit gaat er aan niemand storen. Oh, ik weet al wat je bedoelt. Echt? Pokémon die je in je box hebt gedaan, die healen niet. Behalve pas als je bij het Pokémon Center bent geweest. Oké, okay, misschien dat ook. Maar dat was niet per se waar ik op doelde. Als je healt, dan zie je tekst. Ja, toch? Denk het. Nou ja, dan zie je tekst. Alleen, we weten al dat in de Pokémon wereld... de tekst die ze gebruiken is... gewoon letters. Gewoon normale letters. Want Unown zijn gewoon normale letters. Toch? Ja, maar dat is niet... In Sword and Shield? Nee, dan hebben ze ineens rare tekens en weet ik het wat. Maar dat is niet alleen bij Sword and Shield, hoor. Dat is bij elke Pokémon game. Als er bijvoorbeeld posters zijn of zo. Nou, ik vind nooit dat... Nooit opgevallen? Nee, maar bij Sword and Shield wel, maar... Hier, moet je in de Pokémon Center aan de linkerkant, bij die coffeeshop, heb je dat precies hetzelfde. Ja, dat zal wel. Dat zal wel al langer een ding zijn. Ja. Maar waarom lezen ze daar niet gewoon in Unowns? Dat vinden ze saai. Oké, okay, ik ga in mag de Pokémon Center vangen. Mag ik een Lurant vangen? Ja, dat is een gras-Pokémon, hè? Oh, Lucky Egg! Oh, en Beast Balls! Oké, okay, die beastbal mag ik er maar eentje, omdat hij 0. Ja, maar die beastbal is alleen maar nadelig, toch? Dat is 0,1. Oh, is die beastbal, kan ik gewoon een ultra beast mee vangen als ik die tegenkom. Dat is... Volgens mij heeft deze letterlijk stuur die ik moet deze vangen. Hij leeft er letterlijk op 1 AP. Yo, Laurentius, kun je even de bal gaan volgen? Alsjeblieft. Sorry, ik moet wel alsjeblieft zeggen. Oh, dat werkte. Volgende werkte. Dat ga ik vaker doen als ik Pokémon vang. Ziek. Oh, wacht. Ik ben vergeten Archen uit mijn team te halen. Oh, cheater. Nee, grapje. Nee. Maar hij staat wel in het veld, dus eigenlijk is het cheaten. Ja, het is wel cheaten dan. Dan is het wel cheaten. Maar ik heb er nog niet mee gevochten. Zolang je nu een beurt opoffert om... Ja. Dan is het goed. Dan is het alleen maar nadelig voor jezelf. Mm-hmm. Je moet tegen de Torchic. Ik vind Torchic echt cool. Oh, Ancient ik. Power voor Torchic zijn gezicht. Dit is wel de beste naam ooit als dit past. Dat past natuurlijk niet. Hoezo is Torchic niet dood aan Ancient Power? Wat is het allemaal voor een gezeik? Weet ik niet. Jongens, jullie moeten hier wel eventjes dan tussen denken, maar bij deze naam. We hebben hem genoemd. Wiet, maar niet. Maar ik wil eigenlijk Wiet, maar dan niet noemen. Ik snap hem. Want hij lijkt niet eens op Wiet, alleen het is een grass type, dus ja, ik snap ik denk, hem. Wat is leuk grass type? Echt, jongen, ga gewoon een keer dood. En het rijmt. Nou, dat ga ik vast wel een keer doen. Alleen, ik weet niet wanneer eigenlijk. Straks. Nee. Nee, ik ben al een keer dood gegaan, volgens mij. Bijna. Bijna wel, ja. Top 10 anime deaths, Watchmojo. Waarom zit ik daar niet in? Even serieus. Ik heb zo hard mijn best gedaan. Sander gaat bijna dood. No cap. Nou, maar echt. Oké, okay, route 15, baby. We gaan in dit rare ding. Oh, nu kun je Psycard krijgen, zeker. Nee. Oh, niet? Is dat alleen in Cinnamon? Mhm. Die Psycard cells zijn zeg maar vervangen door die stickers. Oh, tuurlijk, ja. Had ik wel kunnen weten. Is het een dubbel battle? Oh, nee. Maar ik ga in ieder geval naar de volgende trial. Ik weet niet wat jij gaat doen, maar... Moet je niet eerst naar die gozers? Dat staat er wel. Als ze me tegenhouden wel, en als ze me niet tegenhouden niet. Jij gaat gewoon... Oké. Okay. Ja. Ik moet eerst tegen twee Ik moet eerst maar eens even gaan kijken wat ik in mijn team ga doen. Voor maar misschien moeten we zo de aflevering afsluiten. Zo, inderdaad. Het is al 40 minuten. Holy shit. Ah... We zijn echt lijp, man. Eerst even kijken welke Pokémon ik in mijn team ga doen.
Ja, de flying rock kwijt. I'm a kid, you know. Oh, dus mijn win telt niet omdat jij een Kim bent? Gast. Ja. Nou, deze haters. Ik... Dat yo. Ik word hier zo boos van. Ik heb mogelijk per ongeluk de spieren button ingedrukt. Sander is tijdens zijn dialogue. Oh, nu krijg ik eerst lilies. Ik heb wel een elektrische Pokémon nodig, maar dan heb ik weer een steel Pokémon. Aiming SP. Hey, zo weet ik ook. Oh, ik moet ook weer in een battle. Hier ga ik in mijn team. Woosh. Nee, dat kan ik trouwens beter net zo goed die in mijn team doen. Zo. Nee! Ik vond al kut dat het een Mewtwo was. En dan is het ook nog een Mega Mewtwo Eye. Oh, oef. Dat weet ik niet. Die met die lange hoofd. Ja, de mooie versie, zeg maar. Ik weet niet wat jij de mooie versie vindt. Maar... Nou ja, niet die ene die blokjes op zijn hand heeft, zeg maar. Nee, die niet. Nee, oké, dus de mooie versie. Ja, dat is Ei. Als je klaar bent met die Mewtwo, zeg maar, dan sluiten we inderdaad de aflevering af. Want we zijn inderdaad al lang bezig met deze aflevering. Okay. Joyce Band, dan gaan we helpen. Psycup. Oeh, dit wordt eng. Waarom doe ik dat nou weer? Dat weet ik niet. Sander, waarom doe je dat nou weer? Future Sight. Waarom doe je zo rustig als ik dat weer doe? Ik had echt verwacht, jij gaat me haten. Wacht, ik mis iets. Wat bedoel je? Ik deed per ongeluk weer speed-up. Oh ja, weet je, ik ben niet anders gewend, hè. Jij gaat me echt haten, deze aflevering. Heb je zoveel speed-up button gebruikt? Nee, maar wel. Ik denk dat jij vindt van wel. Ja, als je het al een keer hebt gebruikt, vind ik het al veel. Ja, daarom. Oké, maar deze man is wel neer. Die Mewtwo ging verrassend goed eigenlijk. Goed zo. Maar dat komt ook omdat hij Future Sight eerst probeerde en zo. Ja. Oh, ik heb luxe ballen. Luxury balls? Ja. Ah. Maar out of context kon ik dat ineens heel raar. Ah, word je niet. Inderdaad, ja, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Ik heb luxe. Maar zullen we hem gewoon hier afsluiten? Ja, deze bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vond je het leuk dat we een lange aflevering deden? Doe dan ook een duimpje omhoog. En doe nog een duimpje omhoog als je twee keer achter elkaar hebt gedaan. Want anders staat hij namelijk weer uit. En dan moet er een derde keer gebeuren, want anders is er geen luik. Ga naar Sander's kanaal voor Sander's content. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos. Doei.